De samenleving wordt verzocht om geen gestolen goederen te kopen. Politiecommissaris Rishi Akal liet eerder weten tijdens de persconferentie van de politie te Nieuwe Haven een waarschuwend geluid horen richting helers om geen markt voor criminelen in stand te houden. Wanneer mensen verdachten daders zaken stelen, beroeven, dan vindt het zijn weg ergens naartoe. En dan praten we van helers. De helers die dus deze spullen in ontvangst nemen, kopen voor de appel en de ei. Of zelf mensen erop afsturen om dit soort zaken te gaan stelen. Wij willen ook die mensen waarschuwen. Want als er geen markt is voor, laat zeggen, illegale spullen, zullen de criminelen geen afzet hebben. Dus aan de samenleving wordt gevraagd om daarop te letten en geen zaken die mogelijk van diefstal afkomstig zijn aan te nemen, te beheren of anyway onder zich te hebben. Akal liet ook weten dat opgetreden zal worden tegen mensen die onderdak bieden aan verdachten die strafbare feiten hebben gepleegd. Het accommoderen van mensen met strafbare feiten op hun naam houdt namelijk ook criminaliteit in stand.